We zijn begonnen. Hallo, Koos, ik hier zijn de gaming. Vandaag ga ik op de Royal Rai op hun Halloween update spelen. En nou ja, ik ga je laten zien waar de chestplekken zijn op de Wickery Cliffs van de Halloween update. Maar ik heb ze al, dus jullie kunnen niks aan mijn scherm zien. Maar jullie wel, op jullie eigen schermen dan. En dit is mijn Halloween outfit. Die skirt heb ik van mijn Halloween update gekregen. En deze staart is van mijn Halloween update. De oorbellen zijn voor de candies, waar ik 504 heb. Deze kleren zijn gewoon van mijn kleren. Ik heb deze face zelf gemaakt. Die haarband heb ik van de Lucky Spinning Wheel. Oké, ik ga zo meteen verder met andere dingen die ik wil doen met jullie. De heels heb ik gekocht voor 24.000. Ja, ik heb nu 4.000. Laten we kijken wat er allemaal nieuw is. Hier kan je apple bobbing doen. Daar ook. Een fontein. Daar ook. Ik ga zo meteen ook twee trick-or-treat huizen met jullie doen. Ik ga één keer met een apple bobbing doen. De chest laten zien waar die eigenlijk moet staan kijken. En laten zien dat ik de Lucky Spinning Wheel nog ga doen. En dan denk ik dat we wel klaar zijn. Oké, ik hoop dat ik win. Ja. Ik heb niks. Oké, als je een appel hebt, krijg je 10 candies. Ik zal je laten zien waar de candy store is. Kijk, als je zomaar op iets van ik ga dit gaan klikken, zie je dit. En ik heb dus die skirt gekocht. Waar staat dat het zwart is. En kijk, op de candy store kun je 14 nieuwe items. Zelf kun je het niet zien. Ik heb die spinnen. Ik kan die pumpkin kopen. En ik kan die... Wat kopen. Ik wil heel graag die pumpkin barret. En ik wil ook heel graag de pumpkin costume. Maar het gaat al bijna weg. Over 25 dagen dan wel. Maar ik kan niet zo snel iets in de 1000 krijgen. Oké. Ik denk dat ik de chest niet aan jullie ga laten zien, omdat het gaat al zo lang duren. Oké, dit klein kraampje bij Emma Exchange Candy for Diamonds. Kijk, bijvoorbeeld ik zeg 4 candies. Geef die 12 diamanten. Would you like to swap 4 candy for 12 diamonds? Yes. Ik wil het gewoon even. Nou ja, eigenlijk is het niet goed als ik dat doe. Ik wil jullie dat nog laten zien. Er zijn 60 chests hier. Ik heb er maar een paar. Als je deze deur open gaat doen, dan zit daar een chest in, zeg ik even voor jullie. Als jullie hem al hebben, dus niet. Dus let op. Bij dat stuk plekje... Hier zo zou een chest moeten zijn als je hier zo ingaat. Ik zit bij mijn muis. Ik ga daar niet in, want ik heb de chest al. Dus. Maar jullie weten dan waar je op naartoe moet. Op een ketel bedoel ik. Laten we twee trick-or-treat huisjes doen. Ik zeg je even, bij sommige huizen dan komen er soort van monsters uit. En soms zijn ze eng en ze kunnen ook achter je aan. Hier zo, als je door dit paadje gaat, zie je een chest. Door andere paadjes, als je naar hier komt ook. Oké, laten we dit zwarte huis doen. Dat lijkt zo modern. Oké, smell my feet. Dat zou ik nooit zeggen, dus ruik me goed, zeg je in het Nederland. Snoep, het is geen monster. Ze gooit er gewoon altijd uit. En het gloot. Oeps, ik ben vergeten mijn pillowcase te equippen. Kijk, ik heb pillowcase, een oranje outfit. Ik kan die ook gewoon aandoen. Ik heb dit ook met die skirt gehad. Maar ik dacht, ik denk dat ik rood en oranje ga doen. Nee, ik bedoel, ik dacht, oranje en zwart, dat is een beetje Halloween klaar. Laten we bij dit Halloween decoratiehuis doen. Wat zeg ik? Je wil je candy, geef me al je snoep. Dat zou ik nooit zeggen. Je zegt meestal wel rare dingen. Maar als je het in je chest... Het komt niet in de chat te staan. Ik kan echt niet goed praten.
En als je mijn nicht als friend wil hebben op Roblox, heet ze gewoon Mushroom streepje zo naar beneden Gracie. Gracie. Oké, ik denk dat ik toch drie huis ga doen. Het roze huis. Candy or die. Snoep of dood. Ah, wat is dit? Wat probeer achter me aan. Oh. Hallo meisjes, wat mooi. Nou ja, ik vind mij toch zelf wel mooi. Kijk, was als groter dan daar. Oh ja, want ik heb heels. Maar kijk, als ik naar het teleporteren. Wacht even. Heb je. Hoe heet mijn outfit? Oké, ik ga even mijn outfit veranderen. Want we gaan geen trick or treat meer doen. Dus daarom ga ik met een normale Halloween outfit doen. Ik heb ook een Halloween outfit een keer gemaakt. Voor als je op de Royal High School gewoon bent. Als ik hey zeg, wordt het gelijk die outfit. Dus daarom heb ik hem weggedaan. Oké, jullie mogen wel even op mijn profiel kijken. Ik heb dit plaatje. Andrea, happy Halloween, open journal. 3 maanden. Kijk hè. 3 maanden en 19 dagen. Dus ik zat er 3 maanden op en dan nog 19 dagen van de volgende maand, denk ik. Kijk. My pets, fish, but I don't know how many. Best friends, I cannot say. Favorite sports, swim. My hobbies, dance or sing. Want ik weet. Ik denk. Nee, muziek maken, omdat ik altijd voor... Ja, laat maar. Favorite meal, wat, ik snapte niet waarom ik dat erbij had gedaan. Favorite game, Roblox, favorite animal, dog, favorite TV show, Disney, favorite song, it's from a movie. Salty, sweet or sour? Sweet. Instruments I play, later I will. Chocolate, vanilla, or strawberry. Favorite superhero, Wonder Woman, dat klopt. Van mij, want dit heb ik allemaal geschreven. Favorite YouTuber, Cute and Ray and the Gang. Favorite... Ik ben ook Cute and Ray and the Gang. Mijn hair color black. Ik... Best book series. I cannot say sorry. Dat komt, het is ook een Nederlands boek en dan staan er hashtags. Maar ik ben level 23 als jullie dat nog zoeken. Kijk, doe ik er iets lips. Maar als jullie mijn outfit niet mooi vinden, dat geeft niet hoor. Ik vind mijn outfit dus ook soms niet zo mooi. Oké. Wacht even hoor. Oeps. Sorry. Ik was even aan het kijken voor iets. Ah! Ik sprong vlieg. Wat was dat? I want nothing! Oh, dat is zielig voor haar. Ze heeft niks gewonnen van de lekker spinning wheel. Oh, iedereen zit echt met hun Halloween kleren of met hun normale kleren. Dat is zo leuk. Maar dit is de... Oh, ja, ik had het ook gisteren in de avond gedaan. Dus dan is de dag nog niet voorbij. Sorry. Dat jullie niet konden zien wat ik krijg. Maar later, later I will. Laten we verder kijken naar mijn profiel. Ik heb dit allemaal niet gepland, oké? Ik vind dit plaatje mooi, maar ik kan hem ook veranderen. Als jullie niet mooi vinden. Ja, mijn best friends, I cannot say, dan staan er weer hashtags of tags. En dat is stom. Het is eigenlijk Eefje en Livia die heel vaak bij mij in YouTube kanaal video's zitten. Niet heel vaak, want ik zit er zelf heel vaak in. Waar waren we geweest? Favorite school subjects art op de Royal High School. Of ik denk dat ik dat gewoon Royal High moet noemen. Daar bij arts vind ik dat leuk. Dus daarom, maar ik kan het echt niet mooi schilderen, vind ik. Want ik... Mensen soms sprongen door elkaar. Mijn haar is ook zwart. Favorite colors, the rainbow and pink. Dat moet veranderd worden. En dat is dus pink. En ik heb geen eens een hoofdletter gebruikt. Ja, voor black ook niet, maar dat boeit me niks.
Dat heb ik wel met hoofdletter gedaan. Dus ik wil heel deze bladzijde met hoofdletter. Maar het color brown, dat klopt. Donkerbruin. Of het is het meer popkleur. Favorite anime Pokémon? Ja, ik weet het niet. Favorite season winter? Nee. Oh ja, ik was in te twijfelen aan spring Easter of zo. Ik ga gewoon Easter doen. Eater. Wat is nou Eater? Oh, iemand eet betekent dat. Denk ik. My OC's, I don't know what OC are, but I think Roblox deck. I'll be a dog. Pinkie. OC's zijn toch gewoon poppetjes? Want ik weet niet wat ik weet echt niet wat OC's zijn. Favorite candy. Maar dat zijn poppetjes, denk ik. Something and come about me. Favorite. For the rest, best movie. The Greatest Showman. Ja, dat is mijn favoriete liedje. Wat er in zit ook. Ik weet niet of ik het goed heb geschreven, want ik ben een beetje slecht in typen en dingen uit te leggen in het Engels. Behalve als ik het gewoon met eigen woorden in het echt wil zeggen. Ja, iemand heeft de pumpkin costume. Ja, per se heeft zij dat gekocht. Dat ziet er helemaal niet eens mooi uit. Ik wil laten zien dat ik ook een pillowcase heb. En het is leuk om met mensen mee te gaan in de auto. Zelfs als ze er eigenlijk niet echt mee uitzien. Going my way, Andrea. Happy Halloween. Nu lijkt het op veel zelf van Happy Halloween. Happy early Halloween. Dat is ook. Ik kan piano spelen. Maar alleen mijn geluid staat uit. Ik bedoel niet om te... Alleen, ik kan niks horen van de Royal High dingen. Ik moet zeggen... Ik vind dit meisje mooi. En dit meisje met het blonde haar. Ik vind alleen deze ogen niet mooi. En ze is helemaal zwart en heeft... Regenboog eyeshadow of zoiets. Dat is een beetje niet echt de style. Maar nou ja, ik ga gewoon een outfit maken wanneer jullie meekijken. Nee, dat ga ik niet doen. Ik heb al dit aan. De Lea Ash bubblegum. Gutsy Cutie Scared, Sky High Ballet Butterfly Heels, Magical Star Sparkles, Human Ears, dat heb ik al gezegd, Little Devil Headbands, bla bla bla. En wat daar staat is gewoon spinnenormen ofzo. En catery haar en de outfit heet Outfit. En ik ga niks meer van... Sparse Winter Wings? Nee! Ik heb die niet eens aan op mijn eigen avatar. Jullie mogen al mijn skirt zien. Ja, sorry dat ik er zo weinig heb. Dit zijn al mijn wings. Dit zijn al mijn skirts. Dit zijn al mijn heels, dus eigenlijk eentje. Dit zijn al mijn tails, ik heb er nog één. Dit zijn al mijn accessories. En als jullie de truc... Tropical Hair Flower niet hebben gevonden in de store of die pillowcase candy bij 2021 omdat Tropical Hair Flower dat zit niet in de store, dat zit bij de Sunset Island in het water en in een chest, en de pillowcase candy bag 2021 die zit in een chest bij het dorp van de
Wickery Cliffs. Dus de Halloween op deze plek. Oh, ik heb echt veel items. Ik zie het nu pas. Maar ik kan je meer van mijn outfit laten zien, want ik hoef dat filmpje nog niet te stoppen. The location. Dit is een Halloween outfit. Ja, ik zou het nooit aan doen met Halloween. Black is Halloween. Heel cute voor Halloween. En die face. Hey. Meisje, ga niet voor me staan. Issa. Heeft ze wel een skirt aan? Of is dit haar bedoeling? Want het lijkt wel dat ze... Nee, het lijkt wel dat ze nieuw is. Want die candle heb ik ergens anders gezien. Die hoeft je niet te kopen. Ik ga op haar... Level 7 maanden, dat is veel langer dan mij. Daarom lees ik St. Patrick's in Spring. Ik kwam alleen maar bij Halloween in summer. Ja. Ik heb mijn brood nog niet eens op. En ze wil gewoon heel cool zijn. Ik moet je timer. Oké, laten we... Wacht even hoor. Het schaar gaat weer zo raar doen zo meteen. Oké, sorry dat je dat moest zien weer die timer. Hey, post. Nee. Nou, ik wil je eens laten zien. Ik kan die dingen aan de skirt veranderen. Nu is het omlaag. Nu is het klein. En nu is dit weg. Is die weer hoog? En is die weer laag? Ik vind het lager mooier en kleiner. Maar oké, ik denk dat dit wel was voor vandaag. Laten we een mooie achtergrond zoeken. Mama, ik ben niet aan het doen. Laten we heel raar vliegen als je zo naar mijn poppetje kijkt. Net de Vinia Park zou heel mooi zijn als achtergrond, maar dit is ook een mooi als achtergrond. Ik weet ergens anders waar een chest is! Maar ik kan hem niet laten zien, we moeten stoppen. Het is al 15 minuten of zo geweest. Maar oké, ik zoek even naar een andere achtergrond, want dit is niet mooi om doei doei te zeggen tegen jullie. Ik heb het verklapt. Doei doei is het antwoord wat ik zo meteen ga zeggen. Is wel mooi. Oké, ik denk dat deze video wel is geslaagd, zoals ik het zo moet zeggen. Tot de volgende video. Oh, sorry, te close door trouwens. Tot de volgende video. Doei! Ik ga dit even uitzetten. Ik kan niet bewegen. Eindelijk. Oepsie. Ik zet de live video even uit. Bij mij is het nu wel live. Als het bij jullie niet live is, oké. Ik snap jullie, maar oké. Doei. Hoe zet ik dit uit? Doei.